Hij kan zondag zijn eerste grote titel van het jaar winnen. Veldrijder Mathieu van der Poel uit Hogerheide. Hij rijdt dan het WK veldrijden in Oostende in België. Op dit Spaanse strand bereidde hij zich de afgelopen tijd voor op dat WK. Daar gaat de strijd ook in het zand gewonnen worden, denkt Van der Poel. Ja, vaak is een zandomloop toch wel moeilijker om samen te blijven. Omdat er wordt sneller gehaperd door een renner. Het is makkelijker om het verschil te maken. Dus ik denk wel dat de sterkste renner daar redelijk snel van voor zal zitten. Het strand is ook geliefd bij zijn aartsrivaal Wout van Aert. De Belg en de Nederlander gaan hoogstwaarschijnlijk onderling beslissen wie er wint. Net zoals vorige week, toen Van Aert de strijd om de wereldbeker won. Zondag kan Van der Poel dus revanche nemen door voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Natuurlijk, de eerste keer iets winnen is altijd wel het mooiste, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat het minder belangrijk wordt.